In Deze film ga ik uitleggen hoe je een kartelrandje rondom deze foto maakt. Ik kreeg de vraag toegestuurd via Hans Chrysels en ik dacht ja, daar heb ik nog geen filmpje over. Dus dat ga ik maar doen. Hans bedankt voor je vraag. Kartelrandjes had je vroeger rondom oude foto's. Vraag me niet waarom, er zaten ook rechte randjes tussen, maar je had ook foto's met kartelrandjes. Het zal wel iets met het afdrukproces te maken hebben. En dat kun je ook vrij eenvoudig bij deze foto maken. En om hier een kartelrandje omheen te leggen, moet ik de foto eerst een klein beetje groter maken. En dat doe je heel eenvoudig door het canvas te vergroten. Er zit echter alleen één kleine maar aan. Als ik bijvoorbeeld meteen het canvas vergroot, en dat doe je hierboven bij afbeelding. En dan heb je daar canvas groter staan, dan krijg je dit venster voor je. En hier kun je wat verschillende opties in kiezen. Nou, stel je voor dat ik de breedte en de hoogte allebei met 5% wil verhogen. Dan kan ik in plaats van pixels kiezen voor procenten. En ik kan bijvoorbeeld zeggen: van nou 5% meer in de breedte en 5% meer in de hoogte. Alleen als dadelijk het canvas uitgebreid gaat worden. krijgt dat een bepaalde kleur mee. En in dit geval zal dat wit worden. Je kunt ook iets anders kiezen. Maar het krijgt een kleur mee. Dus als ik op OK druk. zie je dat daar een witte rand omheen staat. Nou, dat wil ik dadelijk wel. Maar dat wil ik nu nog niet. Dus ik maak dit eventjes ongedaan. En ik ga eerst even iets anders doen. Want in je lage paneel staat namelijk de foto. In dit geval heet die achtergrond. En er staat een klein slotje bij. En als je op dat slotje klikt, dan is je laag niet meer vergrendeld. De naam van achtergrond verdwijnt. Hij heet opeens laag 0. Maar als ik nu bijvoorbeeld het canvas ga vergroten. En laat ik wederom even 5% pakken. Dan wordt mijn rand niet wit. Dan is het een bepaalde transparantie. En dat is iets waar ik dadelijk meer controle mee heb. En dat is dus ook iets wat ik nu al wil. De foto heeft een bepaalde verhouding. Hij is hoger dan dat hij breed is. Dus mijn vergroting van 5% betekent dat er aan de bovenkant iets meer bij komt dan aan de rechterkant. En zo ook onder en links natuurlijk. En dat wil ik graag gelijk houden. Ik zou graag een rand willen hebben die aan de linkerkant en rechterkant net zo breed is als dat die boven en onder is. Dus wederom, dit maak ik even ongedaan en ik ga eerst de zijkanten bepalen. Dus ik ga terug naar mijn canvasgrootte en ik hou nog steeds procenten aan en ik kies bijvoorbeeld voor 5% in de breedte. En ik druk gewoon op oké. OK. Mijn foto wordt een tikkeltje breder en dezezelfde breedte moet ik dus ook in de hoogte gaan maken. Ik ga inzoomen op de rand en ik ga gewoon een selectie-tool selecteren. In dit geval het rechthoekige selectiekader. En wat ik eigenlijk doe, ik trek een selectiekader van net buiten de rand tot aan de foto. En dan laat ik hem los. En nu heb ik een selectie gemaakt van een heel klein stukje rand en kan ik dus gewoon ook zien hoe breed die rand is. En die rand is in dit geval 115 pixels breed. Dat zie ik hier rechtsboven in mijn infoscherm. Zie je je infoscherm nou niet? Dat zit hier bij venster. Heb je daar info staan? Of je kunt op F8 drukken. Daarnaast kun je ook gewoon de manier waarmee die telt veranderen. In dit geval telt die pixels. Nou, dat is 115 pixels. Maar dat kun je ook weer veranderen. Dat gaat heel eenvoudig via de linealen. Ik heb hier rondom mijn foto linealen liggen. Heb jij die nou niet? Nou, dat kun je hierboven bij weergave daar linealen aanvinken. En dan zie je dat ook staan. En in dit geval zijn de linealen in pixels. Klik je nou met rechts op een lineaal dan kun je ook voor iets anders kiezen. Bijvoorbeeld millimeters. En je ziet dan dat mijn waarde van pixels veranderd is naar millimeters. Nou, ik werk persoonlijk graag in pixels. Nu ga ik die rand boven en onder maken. En ik weet dat één rand 115 pixels breed is. Dus er moet eigenlijk nog... Onder 115 pixels bij en boven ook 115 pixels bij. En 2 keer 115 dat is 230. En ik klik op OK. Nu heb ik dus een rand om mijn foto die overal even breed is. En hier ga ik dus de kartelrand in maken. Ik ga een kartelrand maken op een manier dat ik altijd nog terug kan en zonder dat het al te veel werk is. En dat doe ik door eerst een volle kleur toe te passen. En een volle kleur ga ik toepassen. Ik ga gewoon een laag vullen met een bepaalde kleur. Dat is het eigenlijk. Maar dat ga ik toepassen via een aanpassingsfilter. En de aanpassingsfilters vind je hieronder bij dit zwart-witte bolletje. En als je daarop klikt, dan kun je kiezen voor een volle kleur. En de kleur die ik in dit geval selecteer, dat is een ja, hele lichte soort geel of bruinachtig iets. En ik druk op oké. OK. Dit kan ik dadelijk nog aanpassen. Zal ik waarschijnlijk ook gaan doen. En ik laat je straks ook zien hoe je dat doet. Ik wil natuurlijk wel mijn foto zien en de kleurenvulling eh, vind ik wat minder belangrijker. Dus ik ga de foto boven de kleurenvulling plaatsen. Door gewoon de laag te selecteren en hem maar boven te slepen. Nu heb ik dus een gekleurd randje rondom mijn foto. Helemaal prima, maar we gaan hier kartels van maken. Ik ga even inzoomen op de bovenste rand om het wat makkelijker te maken. Niet te ver dat ik ook nog mooi de hoekjes zie. Wat ik dus wil, ik wil hier in die bovenste rand een bepaalde karteling. En dat ga ik eigenlijk gewoon doen door te bepalen waar mijn kleurvulling van de achtergrond uit staat en waar die aan staat. En dat ga je doen middels het laagmasker wat naast die laag staat. Dat is dat kleine witte vierkantje. En als je op dat witte vierkantje klikt, terwijl je de Alt ingedrukt houdt, dan krijg je dat masker te zien. En alles is wit in dit masker. En ga je hier nou bepaalde dingen eh, zwart in maken. Door bijvoorbeeld de kwast te pakken en een klein stukje te schilderen. Dan zie je dat dat masker verandert. Nou ga ik weer terug naar de oorspronkelijke laag. Door ergens anders te klikken. Dan zie je dat dat masker er dus voor gezorgd heeft dat mijn kleurvulling niet aanstaat. Wil je trouwens meer weten over maskers? Daar heb ik al een eerder filmpje over gemaakt. Dat kun je hierboven bekijken. Ik maak dit even ongedaan. Want ik begin op een hele andere manier natuurlijk. Ik zorg dat het masker geselecteerd is. En nu ga ik dus gewoon kleine inkepingen maken in dat masker. Daarvoor moet ik de kwast een klein beetje verkleinen. Nou, dat kan door met rechts te klikken en dan kun je de grootte veranderen. Of eventueel kan dat ook met de haakjes toetsen. En ik ga even uit van een halve kwast. Laat ik dit eens als grootte nemen. En je moet zorgen dat de hardheid van je kwast 100% is. Nu hebben we een kwast die een beetje zachtjes uitloopt. Maar ik wil gewoon een kwast met strakke randen. En zo is dat op zich goed. Je zorgt er dus voor dat in je lage paneel je kwast is geselecteerd. En je zorgt dat zwart je voorgrondkleur is. En als je nu bijvoorbeeld in de hoek een kleine stip zet. dan zie je dat er een keurig hoekje uitgaat. Nu zou je het kunnen doen dat je heel evenredig iedere keer zo'n hapje eruit haalt. Maar dat kan natuurlijk een heel stuk sneller. Dus ik maak al deze stappen even ongedaan weer en ik ga mijn penseel een klein beetje aanpassen. Want als je met de kwast gaat strepen, dan krijg je daar een bepaald penseel overheen. Ik maak even een nieuwe laag aan om dat te demonstreren. Als ik bijvoorbeeld met wit schilder, dan zie je dat mijn kwast gewoon ja, egaal is. Het wordt één lange streep. En dat kan ik een klein beetje aanpassen. Dat doe ik via het venster Penseelinstellingen. En dan krijg je dit. En wat je moet hebben, dat is de tussenruimte. Die staat nu op 1%. Dat betekent dat ieder stipje maar 1% uit elkaar staat. En daardoor krijg je eigenlijk gewoon die doorlopende lijn. Als je die tussenruimte vergroot, dan zie je al in het voorbeeld wat er gebeurt. Zit je op 100%, dan ligt iedere stip gewoon netjes tegen de volgende. Maar zet je hem groter op bijvoorbeeld 150%. Dan krijg je een tussenruimte. En ga ik nou bijvoorbeeld tekenen. Dan zie je dat ik daar een keurige tussenruimte krijg. En daar kan ik iets mee in mijn masker. Dus deze penseelinstelling laat ik keurig op een tussenruimte van 150% staan. En ik klik hem even weg. Deze hele laag kan weg en ik kan terug naar mijn masker. Zou ik nu gewoon netjes de rand volgen. Dan zie je dat er iedere keer een inkeping bijgezet wordt. Maar als ik een klein beetje te ver naar beneden ga, dan zie je dat deze inkeping ja, niet netjes recht loopt. Dus daar is ook een oplossing op. Ik druk even op Ctrl-Z om dit ongedaan te maken. En ik ga dit gewoon in één keer goed doen. Ik ga naar de hoek van mijn foto. En ik klik één keer. En ik laat de muisknop vervolgens los. Ga ik naar de andere kant van de foto en dan ga ik staan waar de lijn moet eindigen. En als ik nu de shift ingedrukt hou en ik klik, dan zet hij in één keer een lijn van linksboven naar rechtsboven. Met dus die tussenruimte erbij. Dat punt waar ik net als laatste geklikt heb, dat onthoudt hij. Dus ik kan gewoon verder. Nou, en als ik dan naar beneden ga naar de foto door de spatiebalk even ingedrukt te houden, dan krijg ik een handje en kan ik mijn foto makkelijk verplaatsen. Dan kan ik hier naar de volgende hoek. Weer de shift ingedrukt houden, klikken en hij zet hem gewoon weer neer. Ga ik naar de andere hoek, shift ingedrukt houden, klikken en dan heb ik ook daar de inkepingen staan. En vervolgens ga ik naar boven en ga ik weer eindigen waar ik ben begonnen. Dus op de hoek gaan staan, shift ingedrukt en klikken en vervolgens heb ik zo keurig mijn kartelrandjes eromheen. Ben ik er nog niet helemaal natuurlijk. Want deze kartelrandjes laten in de achtergrond niks zien. Ik ga daar even een kleurtje onder leggen. Dus ik maak een nieuwe aanpassingslaag met volle kleur. En ik kies in dit geval voor zwart, omdat dat het beste opvalt. En die zet ik helemaal onderaan. Nu heb ik dus een kartelrandje om mijn foto. En de kleur bevalt me eigenlijk niet zo mooi. De foto is ouderwets. Hij is zwart-wit. Ja, en ik vind. Je kartelrand moet daar ook wel een beetje bij matchen. En ik heb je daar straks verteld, en ik heb je in het begin verteld, dat we altijd op een manier werken waarop je dat aan kan passen. En dat is heel eenvoudig. Je dubbelklikt gewoon op de kleur van je kartelrand en je krijgt een nieuwe kleurkiezer en je kunt gewoon je kleur aanpassen. Laat ik eens iets meer kiezen voor deze tint. En ik druk vervolgens op oké. OK. Wil ik ook nog mijn foto een klein beetje uh, laten vergelen, dus als ik op de foto klik en ik klik op het nieuw aanpassingsfilter en ik kies voor fotofilter. Dan heb je bij de eigenschappen verschillende opties. En je hebt drie warmfilters. En ik kies in dit geval voor LBA. En ik zet de dichtheid gewoon wat omhoog. Nu ligt dit fotofilter bovenop, dus dit heeft invloed op heel mijn foto, ook op de kartelrand. En dat vond ik dan eigenlijk weer net niet de bedoeling. Maar ik kan dit fotofilter in één keer koppelen aan de onderliggende laag, in dit geval de foto. En dat doe je met een uitknipmasker. En dat uitknipmasker dat vind je ook in het eigenschappenvenster, dat vind je hier. En als je daarop klikt, dan zie je dat mijn laag fotofilter een pijltje naar beneden krijgt en dat betekent dat het gekoppeld is aan die fotolaag. Zet ik het bijvoorbeeld uit, dan zie je dat het geen effect heeft op de rand. En op deze manier maak je dus gewoon eenvoudig een kartelrandje om je foto wat een beetje bij elkaar past. Ik maak de kleur nog een klein beetje lichter. Zoiets vind ik fraaier. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.